Ja, Frank, dan ben je architect en dan komt er opeens een vraag. We willen graag het meest bijzondere, spectaculaire evenementenschip ooit gebouwd. Hoe begint dat? Waar begint dat? Nou, met een gesprek en daarna even niks. Dan moet je even laten zinken. Er worden een aantal uitgangspunten op tafel gelegd. Vragen over waar gaan we het voor gebruiken. Dit hebben we in ons hoofd qua lengte, breedte, hoogte, aantal personeel. Er zijn een heleboel dingen, maar dan is het toch nog een heel traject voordat het eigenlijk echt duidelijk is. Het idee is dat je, als je de doorsnede voor in het schip hebt, dat je over de verschillende dekken in het midden een soort balkons krijgt, maar de constructie van het schip over alle verdiepingen door ziet lopen aan de zijkanten. Dus dat krijg je op een dwarsdoorsnede. Dit is het schip, hier is het balkon en hier is het balkon. En je hebt hier echt, hier staan mensen en hier en hier. Dat deze ruimte, dat je echt de hoogte van het schip volledig ervaart op alle verdiepingen. En die worden dan van beneden aan netjes aangelicht. Dus dat je hier dat effect van die ronding, van die romp, dat je echt het gevoel krijgt dat je aan boord bent. Terwijl je eigenlijk een hele grote ruimte, dus je hebt vanaf deze kant ook visueel reflectie van het licht, maar ook van het beeld door middel van spiegel. En aan het einde van deze ruimtes komt dan over de volle hoogte, om de hoogte te accentueren, komen er dan zo binnentuinen, hangende tuinen, dat het ook, ja, dat is een beetje ecologie en een verhaal erachter, dat het voor een schip is dat sowieso al heel bijzonder, maar dat die ruimte ook een bepaalde sfeer krijgt, ondanks dat al die drie dekken een eigen sfeer hebben, hebben ze toch in dezelfde ruimte zijn ze aanwezig. Dat was even een uitdaging wat betreft de airconditioning en de verwarming en de ventilatie, maar dat komt allemaal goed. En ja, ik denk dat dat wel de clue wordt van dit schip. En ik ook, dit is trouwens ook uiteindelijk het trappenhuis. Je krijgt hier ook heel prachtig die trappen te lopen, die zweven als het ware in die file. Een hoge trap en een lagere dek, dus die trappen zitten ook niet boven elkaar. Dus je hebt echt, ook op de trap heb je enorme doorkijken en mogelijkheden. Niet een aantal dekken met een aantal functies, maar dat je echt het gevoel hebt dat het één doorlopend schip is. Want er zijn grote evenementen waar alle dekken gebruikt worden. En dan moeten mensen ook echt het gevoel hebben dat ze overal, dat je een wandeling kan maken. Zonder dat je het gevoel hebt dat je iedere keer op een andere plek bent of dat je de connectie met het vorige gebied waar je was verliest. Het gaat goed komen. De Blue Rhapsody wordt heel bijzonder.